De wereld waarin wij leven verandert snel. In 2050 zal de wereldbevolking gegroeid zijn naar zo'n 9 miljard mensen. In combinatie met de toenemende welvaart en verstedelijking vraagt het om minstens 50% meer voedsel dan dat vandaag de dag geproduceerd wordt. Maar hoe kan dit gerealiseerd worden? Dick Hoordijk van Royal Agri Firm Group vertelt ons hier meer over. Als je kijkt naar de wereld om ons heen, dan zijn de uitdagingen in de voedselketen best wel groot. We leven nu met 7,5 miljard mensen op de wereld. Dat worden er binnen 20 jaar 9,5 miljard. Ook omdat de welvaart tegelijkertijd toeneemt, betekent dat 50% meer voedsel produceren. En je ziet tegelijkertijd vandaag de dag al een uitdaging om het voor 7,5 jaar mensen te doen. Je hoort over ontbossing, je hoort over problemen met grond, of dat uitgeput raakt of niet. Er is zoiets als de World Overshoot Day. Wanneer hebben wij onze grondstoffen opgemaakt? Dit jaar viel het in augustus. Dus eigenlijk maken we elk jaar meer grondstoffen op dan de aarde kan aanvullen. En dat zou wel eens een probleem kunnen worden de komende 20 jaar. Ja, het is eigenlijk een hele mooie tijd om in de agrarische sector te werken, want het is wel een echte uitdaging. Je hoort over de impact op de aarde, dierenwelzijn, ontbossing, het gebruik van chemicaliën. Er liggen echte uitdagingen en tegelijkertijd moet je dus anderhalf keer meer gaan produceren. Maar eigenlijk minder grond en eigenlijk op een efficiëntere manier. Maar de agrarische sector heeft wel de afgelopen 30 jaar laten zien dat we dat kunnen. Dus ik heb er vertrouwen in, maar er moet wel echt heel veel gebeuren. De agrarische sector heeft echt een hele mooie track record van, van dingen verbeteren. Een hele belangrijke blijft de opbrengst verbeteren per hectare. Hier in Nederland valt nog steeds wat te halen, ook al zijn we zeer efficiënt, maar zeker in de rest van de wereld. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor antibiotica gebruik. Daar zit een zorg, in Nederland is dat buitengewoon goed geregeld al, maar in de rest van de wereld nog niet. Je kunt resistentie krijgen als, als je te veel daarvan binnenkrijgt. Dus probeer dat eruit te halen dat is een hele belangrijke agenda. Maar ook gewoon duurzaamheid. Als je gewoon kijkt naar hoeveel voedsel wordt vandaag de dag nog niet geconsumeerd. Of het nou door ons is omdat we het weggooien. Of omdat we het niet terugbrengen in de voedselketen en bijvoorbeeld voeren aan dieren. Denk aan brood wat oud geworden is bij de bakker of iets in die geest. We kunnen daar echt nog wel flinke verbeteringen maken met elkaar om meer circulair te worden. Wat voor mij echt heel belangrijk is, is als je kijkt naar de verantwoordelijkheid van de voedselketen van de toekomst. Dan moet je dat echt met z'n allen doen. Het is een belangrijke rol voor boeren. En daar kunnen ze ook nog stappen zetten, wij als agrarische sector. Maar ook ja, begrijp je als burger wat er speelt in de voedselketen. En neem je daar je verantwoordelijkheid voor. Door de juiste keuze te maken, maar ook om bereid te zijn om te betalen wat het kost om goed voedsel te produceren. De overheid moet met slimme regels komen. Vandaag de dag is dat niet altijd makkelijk. Dan zie je echt wel eens frictie tussen de overheid en de boeren. En dat komt toch, je hebt elkaar nog niet voldoende begrepen hoe je nou samen, iets wat je allebei wilt, een betere voedselketen, werkelijkheid kan maken. Dus het echt samenwerken tussen ja, eigenlijk de consumenten, de overheid en de boeren, dat is volgens mij echt cruciaal voor de echte oplossing.